We moeten ook hallo zeggen tegen u, hè? In welke zin bedoel je dat? Nou, de nieuwe lijsttrekker van CDA, een partij of partijtje nu. Hoe bevalt het tot nog toe? Het is heel mooi om te doen. Ja, de start van het nieuwe politieke seizoen is begonnen. En aangezien er sprake is van een enorme politieke stoelendans, maken wij vandaag onze eigen versie van Hello, Goodbye. Just say hello. Hello. Just say hello. 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 Richard. Hoe is het? Goed met jou? Uitstekend. Hoi, Alistair. We maken onze eigen versie vandaag van Hello, Goodbye. En we kunnen nu ook tegen jou hello zeggen. Waarom sta je hier voor een bord van BVNL? Omdat ik als lijstduwer meedoe. Hello, goodbye is wel een toepasselijk thema. Want ja, iedereen gaat weg. En zo ook jij. Het is gelukkig wel iets gezelliger dan de gate op Schiphol, denk ik. Bij mij op kantoor. Ja, net. Ja, net dan. Een beetje. Wat een heugelijke dag. We maken onze eigen versie van Hello, Goodbye. Vanwege de nieuwe start van het politieke seizoen. Maar je bent er eindelijk weer. Ik heb je 4 maanden moeten missen. Hello, Jasper. Dankjewel. We moeten ook hello zeggen tegen u, hè? In welke zin bedoel je dat? Nou, de nieuwe lijsttrekker van CDA, een partij of partijtje nu. Hoe bevalt het tot nog toe? Het is heel mooi om te doen. Ik heb een flinke klus, dat weet ik ook. Hè. Dus er werd mij net gevraagd iets over peilingen. Dus dat we van ver moeten komen, weet ik ook. 3 nu. Ja, ligt er een beetje aan welke peiling je kijkt. Wat is er veel gebeurd, hè, in de afgelopen tijd? Mijn god. Een soort aardschok, inderdaad. En het gaat echt tot op de dag van vandaag door, natuurlijk. Ja. Elke keer weer nieuwe poppetjes, oude partijen, nieuwe partijen, verkiezingsprogramma's. Ik zie dit de komende periode als nieuwe kansen. Weet je, we hebben het goodbye tegen een hele hoop mensen moeten zeggen. Tegen jou dan nu hello. Mark Rutte stapt op. Alistair Overeem staat in de Tweede Kamer. Alles kan. Alles kan. Grappig, hè? Ja. Alistair Overeem, heb je al een pak slaag gekregen? Nee, maar weet je, je ziet dat met dit soort mensen, en dan moet ik eventjes spieken. Wat was het ook alweer? Wat was de term ook alweer? Volgroeide masculine energie. Kijk, sommige mensen hebben volgroeide masculine energie. Nou, dat heb jij dus blijkbaar niet. Nou, ik ga nog een hoop leren, maar dat is het grote verschil met al die mensen hier in de Tweede Kamer. Dat zijn allemaal mensen die hebben die volgroeide masculine energie niet. Kleine mannetjes-syndroom. Ja, veel kleine mannetjes hebben dat. Ja, die kopen een grote auto om dat te compenseren. Ja, of de politiek in. Of ze nemen heel veel kinderen. Precies. Hoeveel heb jij er? 4. 4. Je zit in de politiek. Dat vind jij heel veel, hè? Hoeveel ouders heb je ook alweer? Hoeveel kinderen heb je ook? 6, volgens mij, toch? 6. Tegen u moeten we goodbye zeggen, hè? Ja, klopt. Ja. Waarom? Nou, ik heb door mijn gezondheid gewoon heel erg lang lopen kwakkelen eigenlijk. En vrij laat gewoon daardoor in gesprek gegaan of ik überhaupt met een eigen beweging wilde komen. Ja. En toen was door val van kabinet was het wel duidelijk. Maar wat zegt het over het ons Haagse cultuurtje dat gewoon bijna iedereen weggaat? Oh, dat vind ik wel echt voor het parlement, voor de democratie wel echt, het maakt me zorgen om. Ja, is het niet ergens ook een verademing? Dat er zoveel weggaan? Nee, denk het niet. Wat is eigenlijk hello in het Limburgs? Ja, 4 zeg je dan nog. Hallo, zeg ik van dan ook. En dat is hetzelfde. Het is gewoon hallo. Hallo. Wat is goodbye in het Limburgs? Ja, dat is ook. Wat is doei? Voor zindels kun je zeggen. Of tot ziens. Niet houdoe, hè? Nee, dat is Brabants. Dat is Brabants. Dat is mijn plekje. Precies. Okay. Snel. Dus voor zindels en hallo. Ja. Ja. Dank u wel. Besweerenschedis zeggen ze ook wel eens. Dit moeten we ondertitelen. Okay. Okay. Doei. Waar ben je het meest blij mee? Of wie vind je het meest jammer dat we daar als Nederlandse volk goodbye tegen moeten gaan zeggen? Ja, Mark Rutte. Hij is niet bij iedereen populair in het land, dat snap ik ook wel. Maar bij mij blijft hij altijd op nummer 1 in mijn hart. Wie ga je missen als kiespijn? Als in van... Als een boer met kiespijn? Ja, dat is Mark Rutte natuurlijk, nummer 1. We hebben 2 maanden feest gevierd. Tegen wie ben jij het meest blij dat je goodbye hebt kunnen zeggen? Nou, ik vind toch wel een aantal D66'ers vind ik wel prettig dat die het pand hebben verlaten. Zoals? Nou, mevrouw Kaag. Zeg maar heel even, goodbye. Goodbye, mevrouw Kraag. Het gaat u wel goed. Dankjewel. Nou, dat was het gewoon, hè? Doei. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!